Hoe is de Kerstmannenrun ontstaan? De Kerstmannenrun is ontstaan in 2010. Er was een toenmalige ijsbaan zouden komen op de Lieve Vrouw Kerkhof. En ik had ergens gezien dat er een centerrun was. En het leek me ook wel leuk om het in Amersfoort te doen. En zo is hij eigenlijk ontstaan. Waarin onderscheidt jullie hardloop-events van de andere hardloop-events? Nou, onze events onderscheiden zich door het meedoen. Ze hebben de Olympische gedachte. Eigenlijk het belangrijkste van het evenement is. Je kunt eigenlijk niet winnen of verliezen, want er is geen winnaar. We lopen gezamenlijk. Het idee is om zeg maar, een nieuwe groep hardlopers aan te boren. Die je eigenlijk bij andere evenementen niet ziet. En dat ik denk dat het ons aardig lukt. En hoe lang zijn jullie bezig met zo'n Kerstmannenrun te organiseren? Ja, in het begin hadden we 500 deelnemers, dus toen was het een stuk minder lang mee bezig. We zitten natuurlijk dit jaar op 1500, willen elk jaar groeien. Dit jaar ook een hele leuke beentjes en leuke dingen tussendoor geregeld. Dus dan kost wat meer tijd, afstemmen met elkaar, draaiboek maken voor de gemeente, toestemming ervoor krijgen. Dus ja, er gaat wat tijd in zitten. Als je op tijdig begint, dan je zet een goed draaiboek in elkaar, is al het halve werk. Dus dan komt het helemaal goed. Ik wil de vraag niet beantwoord, hè? Wat dan? Hoeveel tijd kost het? Okay. Take 2! 100. Eigenlijk bedoel ik... Oh, slecht. 6 maanden, 3 minuten en 2 seconden. En heel veel telefoontjes en stress. En vooral met mijn kampioen later. En de toekomst van Loop Nu, hoe zie je dat voor je? Nou ja, we willen veel meer leuke en grotere evenementen gaan organiseren. 24 mei gaan we nu de Ladies Run organiseren. Weer in het Bosbad. Mooie omgeving. Daarbij willen we natuurlijk de vaders en de kinderen niet vergeten. Dus daar willen we ook iets van oude kind run nog bij organiseren. Zaterdag in de kinderschoenen gaan we nu keihard mee aan het werk. Voor de rest willen we nog veel meer bedrijfstrainingen gaan organiseren. Bedrijfsloopjes, sponsorlopen, waar we met scholen bij kunnen helpen. Alles eigenlijk wat op het loopgebied te maken heeft. Hartelijk bedankt voor alles wat jullie doen voor de stad Amersfoort. En ik wens je nog heel veel succes met alle voorbereidingen rondom de Kerstmannenrun. En tot gauw. Top, bedankt. We gaan keihard aan het werk. Hè? Gaat lukken. Doe. Kerstmannenloop? Nou, omdat we dat leuk vinden. Ja. Hij heeft me erin geluisterd eigenlijk. Ja. Hij heeft jou erin geluisterd? Hij heeft mij erin geluisterd, ja. Voor de gein gewoon. Ja. Gewoon voor de leuk. Voor de leuk, inderdaad. Ja, leek ons leuk. Ja, evenement om mee te maken. Omdat het reuze gezellig is. Hartstikke leuk. Precies. Feestje bouwen, hè? Daar gaat het om. Ja. Echt wel. Hallo. Hallo. Gaat u ook meedoen met de Kerstmannenloop? Nee, ik niet. De kleindochter doet mee. Oké. Okay. Kijk aan. Dus die moet nog ergens nog rondlopen, ergens nog. Dus, je gaat vandaag. Het toejuichen. Ik ga het applaus geven, ja. Waarom doe je mee met de Kerstmannenloop? Wat voor een goede doel is. Omdat hij rennen voor Watje had. Ik werd uitgenodigd door haar. Helemaal overgehaald. Daarom doe ik mee. Hartstikke leuk. Om haar te steunen. Dus jullie gaan samen? Ja. Ja, we gaan samen. Nou, voor de gezelligheid, hè? Ja, we zijn hier met een groep van 12 mensen. Dus we komen uit Harden, dus dicht bij Zwolle. Dus we hebben er helemaal zin in, ja. Ja, heel leuk. Ja. Succes. Ja, dankjewel. Okay. Waarom doe je mee met de Kerstmannenloop? Dat komt door Dean Malotaro, die net wegloopt voor de camera. Maar die organiseert dat ieder jaar. En dat doet hij altijd heel leuk, dus dan moet ik er wel zijn. En dat maakt het gewoon erg gezellig. Allemaal die maloten die in dat rood-wit pak, zeg maar. Dus dat is wel gezellig. Afsluiting van het jaar, hè? Afsluiting van het jaar. Ja, afsluiting van het jaar. Dat is mooi. Ja, dus je moet erg het jaar mee afsluiten, Kerstmannenloop. Doe je ook mee met de Kerstmannenrun? Run, run, Rudolph,
Wat vinden jullie van de Kerstmannen Run? Nou, ontzettend leuk. Ziet er leuk uit. De onverwachte grote groep. Ik dacht, ze zijn zo voorbij, maar het ging maar door, Maar het ziet er heel leuk uit en het weer is gelukkig heerlijk. Dus ik vind het ontzettend leuk. Waarom doet u zelf niet mee? Nou, ik ben ontzettend verkouden, dus ik heb wel mijn muts meegenomen en ik loop normaal ook wel hard. Maar ik dacht, ik sla dit jaar maar over. Ja. Wat vind je van de Kerstmannenrun? Fantastisch. Waarom doe je zelf niet mee? Dus ik ben hier met mijn vriendinnetje en die is aan het rennen nu. Dus ik ga nu zometeen even richting de winkelstraat om eventjes aan te moedigen. En waarom doe je zelf niet mee? Ik wist het pas kort van tevoren eigenlijk, dus zij zei, ga je mee? En toen zeg ik, nou dan ga ik mee, dus vandaar. Okay. Dus ik had niet heel veel tijd om me voor te bereiden eigenlijk. Wij zitten eigenlijk alleen maar mijn moeder te kijken. Uw moeder loopt ermee? Mee. Oh, dat vind ik wel heel stoer. Volgend jaar willen we het misschien zelf gaan doen. Maar ze is pas een maand in Nederland, dus vond ik iets te veel van het goede. Okay. Waarom loop jij niet mee? Oh, ik heb 3 weken terug mijn enkelbanden gescheurd. Dus jammer, hè? Helaas. Ja, maar ik blijf wel in tenu en we gaan gewoon lekker naar de afterparty. En op mijn bergschoenen loopt op dit moment helemaal geweldig. Dus okay. Helaas jammer. Hè? Wat vinden jullie van de Kerstmannenrun? Ja, fantastisch. Ik heb ze weer gemist. Waarom doet u zelf niet mee? Nee, die tijd is geweest. Ik moet foto's maken van mijn jongens. Okay. U komt aanmoedigen? Ik kom aanmoedigen. Ik heb ze alleen niet kunnen vinden. Ik weet niet of je ze gezien hebt. Ze hadden een rode muts op. Vanwege de Kerstmannenloop. We willen een leuk feest van maken. Ze denken, we wachten ze lekker op bij de finish. Nou, we gaan nou wel spelen. Hoe vonden jullie het gaan? Hoe vonden jullie het gaan? Ja, heel erg leuk. En gezellig. Heerlijk. Hartstikke leuk. Goed, hele goede sfeer ook in de stad. Ja, ja, dankjewel. Nou, makkie hè? Achteruit lopen. Super. Yeah. Ook. Ja, beter als de bloeken. Ja. Hoe we het ondergaan? Hoe vonden jullie het? Ja, het was heel zwaar. Zwaar ja, fantastisch. Ja, je hebt veel hellingen, veel dalingen. Het was pittig. Vooral bij de 2 kilometer. Dat was echt even een breekpunt. Maar we hebben het gehaald. Ja, hartstikke leuk. Ja, goed gelopen. Ja, ja hoor. Leuk. En maar, super. Oké. Okay. Top. Ja. Dank jullie wel. Volgend jaar weer. Ja, volgend jaar weer. Jullie zijn nog 1 meter. Yeah. Ja, superleuk. Het is de 3e keer dat ik meeloop met de Kerstmannenloop. En ik dacht eigenlijk van, ik ga het dit jaar niet doen, want ik ben al 4 weken lang bezig hier op bij het Winterparadijs. Ik heb niet getraind, ik ben verkouden. Toen dacht ik even, maar ik heb er zo'n zin in, want dit is een van de leukste evenementen van het jaar altijd. Oh, mooi. Hoe vind je dat hun het gedaan hebben? Supergoed, ja. Mick en Michael zijn echt super enthousiaste, superleuke kerels die gewoon hele leuke evenementen organiseren. Echt een aanwinst van de stad. Daar mogen we trots op zijn, omdat we dat soort mensen hebben hier. Na een half jaar organiseren zit het er weer op. Hoe is het gegaan? Nou, fantastisch. Belangrijkste weer. Ik heb als laatste meegelopen. Ik heb geen enkele gewonden gezien. Wel mensen met een klein beetje last in de knie. Maar het belangrijkste vind ik altijd dat iedereen gewoon veilig binnenkomt. Maar dat lijkt gelukt. De afterparty moet nog komen. Ik weet niet of iedereen dat overleeft. Maar ik bedoel, het sportieve gedeelte dat zit erop. En ja, het was weer een fantastisch gezicht. Ik heb echt genoten. Volgend jaar weer? Absoluut, volgend jaar gaan we voor de 2000. We hadden nu 15, 1600. Volgend jaar willen we 2000 kerstman en kerstvrouw hebben. Dus we gaan ervoor. Ja, we komen helemaal uit Brabant. Dus, en we zijn laat, dus we gaan snel rennen. Fijne dag nog. Succes! Goed, kom nog door. Langzaam.